allemaal en welkom bij weer een nieuwe video van Peetje's Haakhobby. Het is alweer vrijdag, de kinderen zijn naar school. Dus tijd voor het nieuwe deel van een picnic on the beach. Vorige week hebben we dit stuk aangehaakt. Allemaal dingetjes die met eten te maken hadden. Ik heb net al even het introductiefilmpje bekeken. De ontwerpster van deze kom maakt altijd hele leuke en mooie introductiefilmpjes elke week. Zij woont heel dicht bij het strand en neemt die filmpjes altijd op het strand op. Echt prachtig om te zien. En ik heb net al even gekeken zoals ik zei. En deze week gaan we dingetjes erbij haken die te maken hebben met dingen die je kunt doen op het strand. Wat dat nou precies gaat zijn, zul je in de rest van deze video zien. Klaar. Week 4 zit er ook weer op. De hele call duurt 8 weken, dus dat betekent dat ik nu qua weken op de helft zit. Deze week hebben we die stukjes erbij gemaakt met als strandthema schelpjes. Dat zijn zandkastelen en dit zijn vliegers en hier weer een rij schelpen. Maar zoals het hier nou in zijn geheel komt, vind ik die witte schelpjes ook wel een beetje op wolken lijken. Dus pas ook weer mooi in het strandthema. Het ziet misschien een beetje gek uit nu omdat er hier van die hoekjes aan alle vierde kanten zijn. En daar komen volgende week weer van die entrelak vierkantjes in. Niet zo groot als een middenstuk, dat zie je wel. Op elke hoek komt zo'n entrelak vierkantje. Dus dan wordt dan denk ik weer wat meer werk om te maken. Deze week was ik vrij snel klaar. Ik heb hem op zondagavond afgekregen. Maar als we volgende week weer gaan entrelak haken, zal het wellicht wat langer duren. Ik weet ook niet of we meteen alle vierde vierkantjes dan moeten gaan maken. De ontwerpster zei ook nog in de video van deze week dat ze een methode had gevonden om bij het entrelak haken de draad mee te nemen, als ik het goed begreep, zodat je minder draadjes hoeft weg te werken, waardoor het ook weer sneller zou gaan. Dus daar ben ik eens benieuwd naar. We wachten maar weer af tot vrijdag.